BeLive, life is better on a rollercoaster. Jullie van BeLive en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. En deze keer gaan we terug een pretpark quiz. En deze keer doen we eentje zoals je ziet van Walibi Belgium. Eens kijken hoeveel ik weet van ons Walibi Belgium pretpark. Gaan we door naar de eerste vraag. Wat was de allereerste naam van Psyche Underground? Was dat Sirocco, Shuttle Loop of Turbine? De Shuttle Loop, dat was het niet. Turbine was de tweede naam, is namelijk Sirocco. Maar toen was hij zelf nog helemaal in de buitenlucht. Wie was de bouwer van de Weerwolf? Great Coast International, Vekoma of Gravity Group? Ik ben dus niet denk dat Vekoma meer van de Vampire. Great Coast zal het niet zijn, want daarvoor denk ik eerder. Ik ben het even is Vekoma en Gravity Group. Ik denk dat Vekoma eerder de Vampire was. Ik ga voor Gravity. Met hoeveel personen per boot kan men plaatsnemen in de Rajarit? Ik weet dat je met heel veel erin kunt, dus het is 12, dacht ik. In 2016 opende Warby Belgium in samenwerking met Mack Rides de shuttlecoaster Pulsar. De recente quiz blijkbaar. Wat is de maximale snelheid van deze attractie? Nu moet ik even denken. Also. Ik ben aan het twijfelen, dus de 100 of de 90 km per uur. 90 km per uur. Ik ben niet zeker. In Walibi staat vrije valtoren Dalton Terror. Hoog is deze attractie. Deze zal moeten hokken. Ik dacht de 76 meter. In 2018 opende het themagebied Karma World. Hier zit wel een foutje in. Want Karma World is namelijk dit jaar geopend. En het is Tikiwaka gebied dat vorig jaar geopend is. In 2018 opende het themagebied Karma World. En de bijhorende attractie Popcorn Revenge. Welke attractie huisde vroeger in dit gebouw? Was dat 2001 Nachten, Paleis van de Geest of Alibaba? Paleis van de Geest is het niet. Want dat is namelijk een madhouse daar. 2001 Nachten of Alibaba. Het ging over Alibaba. Dus ik denk eerder Alibaba. Ik denk eerder dat het Alibaba was. Aan het begin van het park staat de Vekoma SL Vampire. SLC Vampire. Hoeveel keer had deze over de kop? Ik dacht dat deze 6 keer over de kop ging. Naast Karma World opende er in 2018 nog. Dat is weer dus die fout. Karma World is dit jaar geopend. Naast Karma World opende er in 2018 nog een ander themagebied. Hoe heet deze? Dus Karma World is dit jaar 2019 geopend en Exotic World is vorig jaar geopend. Maar ik weet wel dat Karma World tezamen met Fun World is geopend. Exotic World had niet zijn, want dat was dus in 2018 en 2019 is Karma World en Fun World geopend. In het themagebied Exotic World staat de Funcoaster Tikiwaka. Hoeveel wagens zijn er maximaal op deze Ik heb die coaster nog niet gedaan. Maar ik denk dat er niet extreem veel wagentjes erop staan. Dus ik denk dat er maar. Ik weet dat de kleine capaciteit heeft, die achtbaan. Denk maar een 4. Ieder jaar vindt in Walibi Halloween plaats. Hoeveel spookhuizen telde Halloween in 2018? 8, 7 of 6? Ik dacht dat er 8 waren. Quizresultaten. Eens kijken dat ik nu veel weet over Walibi. Oei, je moet nog veel leren over het park en zijn attracties. Je hebt 4 van de 10 vragen correct beantwoord. Middelgaan van de 36 surf de bal. Maar eens kijken wat ik mis heb. Dus dat was Sirocco. Helaas, je hebt het voor. Het was Halik Vekoma. Raja River is 12. Toch 100 km per uur. 77 meter. Alibaba was juist. Vekoma. 5 keer over de kop. Dat 6 keer, kijk. Dat was Fun World inderdaad. Er staan er 5 karretjes op de baan. Dat misschien dit jaar dan voor de 8 zijn. Ja. Zo mensen, blijkbaar was dat geen goede quiz deze keer van Walibi. Walibi Belgium weet ik blijkbaar niet al te veel. Het is ook hier even geleden dat ik naar daar geweest ben. Misschien slecht, excuus maar wat. En vond je dit een leuke video? Zoals je ziet kan je ook niet alles weten over de pretparken. Want er zat in Engeland wel heel veel addertjes onder het gras hier. Maar kijk eens wat. Misschien de volgende keer beter. Vond je dit een leuke video? Geef hem dan zeker die duim omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video.